algoritme is geen programmeercode of een wiskundige formule. Een algoritme is een reeks van instructies om een probleem op te lossen. Een stappenplan dus. Je kan een algoritme schrijven voor heel simpele en alledaagse handelingen, zoals hoe je een veter moet knopen, tot meer ingewikkelde zaken, zoals hoe je een Rubik's Cube oplost of welke suggestievideo's iemand op YouTube te zien krijgt. Een eenvoudige manier om een algoritme voor te stellen is een stroomdiagram. Stel, ik kijk een video van Universiteit van Vlaanderen en via een lijst van stappen kom ik bij het gewenste resultaat meer wetenschapsvideo's bekijken. Een computer die begrijpt zo'n stroomdiagram niet. Voor computers zetten programmeurs dit algoritme om naar programmeertaal. Computeralgoritmes zorgen grotendeels voor het succes van social media, omdat ze jou datgene laten zien wat jij graag ziet en wat in jouw kraam past. De algoritmes van YouTube en andere social media zijn ontzettend ingewikkeld en een groot bewaard geheim. Maar het is belangrijk te weten dat ze er zijn en dat alles wat jij te zien krijgt geen willekeurige selectie is.